Vind je eigenlijk dat mondkapjes verplicht zouden moeten zijn? Nee, ik vind het niet. Voor mijn mening, ik wil mondkapjes niet verplicht worden. Nee, liever niet. Waarom niet? Gaat niet helpen. Ik heb bij me. Ik maak een statement in de winkels, want ik vind dat ze gewoon af moeten kondigen mondkapjes. Klaar. Dat is duidelijk. Ja, vind ik wel. Baat het niet, dan schaadt het niet, dat is punt 1. En ik ben geen arts, maar als ik het dan inschat, dan denk ik dat het altijd wel helpt. Want als het dus hier vandaan komt, dan zal het altijd wel helpen. Misschien niet voor 100%. Dus, maar in mijn opinie moet het helpen. Maar zolang het niet verplicht is, doe jij er ook geen op? Nee, dat zeg ik. Dat is meer een aard van wezen, eigenwijs. Maar eigenlijk, als het zou verplichten, dan zou ik het wel toejuichen. Aangezien de maatregelen alleen maar toenemen, denk ik wel. Maar dat is één ding. Maar geloof je er zelf in? Ja, ik zelf niet. Maar ja, ik moet wel de regels volgen. Ja. Dat vind je toch wel belangrijk? Ja. Nou, ik heb wel een mondkapje bij me. Als het nodig is, doe ik hem op. Kijk, ze willen dat je de mondkapjes in de winkels... Nou ja, natuurlijk, doe ik een mondkapje op. Waarom niet? En nou dat ik hier zo in de open lucht zit, zie ik het nou niet zo zitten voor de mondkapje in de open lucht. Ja, je hoort zoveel mensen om je heen klagen van waar is het allemaal goed voor. En je weet zelf ook niet meer. Je krijgt gewoon van die onduidelijke regels allemaal. En dat is gewoon ook het hele punt, denk ik, van die hele coronacrisis. Ik vind gewoon, ze moeten één lijn trekken en daar gewoon mondkapje op. En alles, en alle winkels en op straat. Openbaar vervoer is al. Maar ik vind eigenlijk wel, ze moeten het wel doen.